natuurlijk en alternatief. Op de kruk. Van belang is dat je op twee zitpotten zit met gelijk gewicht. En dat de voetzolen plat op de grond kunnen. Kun je niet bij de grond, dan plaats je er een verhoging onder. Stapelt je handdoeken, boeken. Je zorgt ervoor dat de knie en de enkel op één lijn staan. En dat je benen op heupbreedte zijn. Ook nu, met respect voor knie en enkel, plaats je de voeten iets naar buiten uitgedraaid. Kom je met een rechte rug naar voren. Je plaatst wederom de ellebogen tussen de knieën. En je verlengt je wervelkolom van het diepste punt staartbeen tot aan het hoogste punt hoofd. Je buik is zacht, de bekkenbodem ontspant. En geniet wederom van je lichaam, de beweging van de adem in jou, de compactheid van de houding en verzacht daar waar je geen inspanning nodig hebt. Voel je lichaam als één geheel, voetzolen, tenen, je benen, je romp, de schouders, schouderbladen, armen, handen, vingers, de nek, de hals, je hoofd. Verzacht in je gezicht. En voed jezelf met adem. Met aandacht. En laat de asana zijn werk doen. Overgave in de houding. Verzacht je, laat je alle inspanning gaan, je vingertoppen, strek de armen, plaats je voeten, je rust. Je buik rust op de bovenbenen. Je armen hangen. Je hoofd hangt. Thank you.
flanken en de rug. Wellicht bekkenbodem. Waar van je lichaam als één geheel. En om hier uit te komen, plaats je de handen op je knieën, ellebogen bij het lichaam. Inademend strek je de armen. Je rolt van onder naar boven. Zo zie je maar, er is altijd een oplossing in de les. Love and joy.